Je kan er niet meer omheen, de razend populaire Krompoes. Maar nu blijkt de bedenkster de merknaam al jaren geleden te hebben geregistreerd. Wat voor zaak is dit nou precies? Er is een bakker in Utrecht die zegt de Krompoes te hebben verzonnen. Dat is nu een hype. Dat ligt nu bij alle bakkers. Ik geloof ook zelfs de Albert Heijn en de Jumbo in de schappen. Die bedenker die claimt een merkrecht te hebben en een modelrecht. En daar treedt ze nu tegenop, tegen al die andere partijen. Marcel, jij hebt ook een bakkerij. Ben jij al gesommeerd om de Krompoes? Nee, ik heb nog steeds niemand gehoord. Okay. Dus misschien gaan ze nog komen. Aan de ene kant wist ik natuurlijk dat de naam gedeponeerd zou zijn. Dus dat werd nog wel eens gesuggereerd, laat ik het zo zeggen. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik heb eigenlijk geen idee. Als zij inderdaad gelijk krijgt, zij een geldig model heeft, dat is natuurlijk altijd nog de vraag. Je kan het registreren hier in de Benelux, maar dat wil niet zeggen dat het ook aan alle vereisten voldoet. Okay. Mocht dat dus wel het geval zijn. Wie toetst dat? Uiteindelijk zal de rechter dat moeten toetsen. Okay, ja. Of dat inderdaad zo is. Is dat zo? Ja, dan kun je natuurlijk zeggen dat iedereen die nu de vorm, dat product op de markt brengt met die vorm, maakt inbreuk. Ja. En dan moet je daar natuurlijk schadevergoeding voor betalen. Ja. Want ik las ergens dat een hele grote bakker in Nederland, Bakkerij Van Manen, die heeft al een deal met haar gemaakt. En die hebben een soort licentie verkregen en staan een deel van de winst af. Ja, klopt. Ja, klopt inderdaad. Mijn collega heeft het natuurlijk gehyped. Die heeft het natuurlijk ook met de influencers en weet ik wat allemaal in ieder geval op de markt gezet. Bakkerij Van Manen? Bakkerij Van Manen heeft het op de kaart gezet, absoluut. En sindsdien is iedereen ermee bezig. Zou jij nou bakkers aanraden die nu de Krompoes in de schappen hebben liggen? Goeie vraag. Wil je geen lange procedures en dat soort dingen? Het is een hype. Ik zou denken, de makkelijkste weg is natuurlijk om dan een licentie te krijgen. En klaar. Wil je wel een procedure aangaan? En wil je toch toetsen dat bijvoorbeeld dat merkrecht echt wel geldig is? Is die verschijningsvorm origineel genoeg? Wordt het merkrecht op de juiste manier gebruikt? Dat kun je natuurlijk ook afvragen. Het wordt toch als een productnaam gebruikt op dit moment. In plaats van een herkomstaanduiding. En daar is het merkrecht voor bedoeld. Juist. En dit zijn een beetje die opsommingen die je nu doet. De vereisten waar zo'n registratie aan moet voldoen. Ja, een modelrecht moet voldoen aan de nieuwheidsvereisten. Dus het moet nieuw zijn. Geen identiek product op de markt zijn. En het moet een eigen karakter hebben. Dus het moet afwijken van alle andere producten die er al zijn. Dus eigenlijk pas als er een zaak voorkomt, gaan we er met z'n allen achter komen. Heeft mevrouw nou gelijk en klopt, is het geregistreerd op de juiste wijze? Ja, dat klopt. Dat is in de Benelux het geval. Ja. Wat nou als jij de sommatie wel binnenkrijgt? Ja, dat is een lastige. Daar neem ik toch geen genoegen mee. Wat gaan we dan doen? Want je krijgt die sommatie, dan wil mevrouw die het bedacht heeft, die het recht nu heeft, die wil natuurlijk geld van jou zien. Ga je daarop in? Ga je een deel van de winst afstaan of ga je een trucje bedenken? Ja, we zouden naar een trucje kunnen gaan. We zouden natuurlijk naar een driehoekje kunnen gaan. Ik heb meerdere maten croissants, producten die we daarvoor maken. Okay. Dus daar is natuurlijk wel een optie voor. Dan gaan we de Krompoes gewoon een andere vorm geven. Hartstikke idee. Dan gaan we hem in een driehoekje maken en dan gaan we dat een neppoes noemen.